Vandaag gaan we even lekker aan de bril wennen, want het is je derde dag dat je de bril hebt. Zomer 5 van broer en zus. Nummer 2! Overal poepgranaten. Oh. Hebben jullie die lekkere poepgranaten gehad? Oh, hij bijt of niet? Ja, hij bijt. Nu doen we de regen dan! Hoi allemaal! Leuk. Ik heb nu mijn grijze bril op. Ja, leuk dat je kijkt naar deze video van Broer en Zus TV. Ik ben Elise. En wie ben jij? Heden. En dat is Heden. En ja, het is vandaag is het zaterdag. En we nemen jullie gezellig mee op deze zaterdag. We gaan van alles doen en gaan we jullie allemaal laten zien. En we beginnen de dag lekker met een potje game op de Nintendo Switch. Kijk wat voor pistool ik heb. Ja, Heden is een spelletje aan het doen. En wat voor spelletje is het precies? Lego Movie. Het is van de Lego Movie. En die speelt hij op de Nintendo Switch. En hij vindt het helemaal geweldig. Wat vind je zo leuk aan de Nintendo Switch? Nou, je kan gewoon... Ja. Kijk, hier heb ik allemaal pistolen. Je kan gewoon lekker gamen. Het is best wel simpel, dit hè? Dit is de pistool die ik heb. En het is makkelijk. Het is wel best wel makkelijk voor jou om op die manier te gamen. En we hebben ook die Mario Party. Die vinden jullie ook leuk om te doen, hè? Ja, die vinden jullie en ik juist leuk. Ja, het is leuk om samen te doen. En kan je het nu goed zien door je bril allemaal? Ja, ik zie... Die paasrondje is niet dubbel. Hij ziet alles nu hartstikke goed door zijn bril, hè? Vandaag gaan we even lekker aan de bril wennen. Want het is je derde dag dat je de bril hebt. Dus nou, vandaag kan hij even goed wennen. Gaan we lekker de deur uit met de bril op. Nou, ga jij lekker gamen? Dan ga ik jullie zo meteen iets leuks laten zien. Hayley is inmiddels ook beneden. Want zij was lekker aan het gamen, hè? Aan het simmen. Ik was ook aan het gamen. Ja, jij was beneden aan het gamen. Als je gamen. Me niet ziet, mam, kan daar je ben... naar beneden bukken. Daar ben je. Hi. Hi. En ik wil jullie heel graag iets laten zien. Want het is vandaag zaterdag. En elke zaterdag van 7:45 ongeveer tot 8:45 ochtends is de Kids Top 20 op tv. Nu liggen Haley en Haden rond dat tijdstip op zaterdag altijd lekker te slapen. Maar je kan de aflevering terugkijken op de website. En in dit geval heb ik de aflevering opgenomen. Want vorige week stonden jullie met Zomer Vibe in de Kids Top 20 op nummer... 3! Ja, en deze week is de Kids Top 20 voor het eerst op tv geweest na de zomervakantie. En ze staan niet meer op nummer 3, weet ik. Ze staan op een andere plek. En dat ga ik ze nu laten zien. Oké, daar komt ie. Ik ga even de aflevering aanzetten van de Kids Top 20. Helen heeft een snackje erbij. Helen is helemaal klaar ervoor. Op nummer 3 vinden we de zussen Milena en Rosanne met Wanna Be You. Zomer 5 van Broer en Zus TV. Nummer 2! Ja! Op nummer 2! Ja! Supergoed! High five! Goed gedaan! Nog één! Jullie moeten allemaal stemmen op de Kids Top 20 zodat wij nummer 1 worden. Want we staan nu op nummer 2. Dat zouden we super vet vinden als we nummer 1 zijn. Dus ja, stemmen jongens! Ik ben hartstikke trots op jullie. Ja? Zijn jullie ook trots op jullie zelf? Ja! Ja, want dat is het belangrijkste, hè? Trots zijn op jezelf. Sowieso een hartstikke leuk liedje. Dus het maakt niet uit op welke plek jullie staan. Ik vind het echt super tof. Maar goed, vind je Zomervibe het liedje ook zo leuk? Ja, stem dan natuurlijk vooral op de site van de Kids Top 20. Ik zal hieronder in de reacties eventjes een linkje zetten, zodat je meteen naar de stempagina gaat van de Kids Top 20. Zo zijn we dus onze zaterdag begonnen met de Nintendo Switch, Cheese Dippers en de Kids Top 20. En wat gaan we nu doen? Naar opa en oma. Naar de Kids Top 20 kijken. En daarna gaan we naar opa en oma. Oké, nou, let's go. Zo, en we zijn bij opa en oma. En we zijn bij de poppenhuis aan het kijken. Ja, want wat wil jij doen, Haley? Ik wil graag van die kleine Starbucks bekertjes maken voor mijn opa en poppetjes. Ja, van die kleine koffiebekertjes zijn dat. Ja. Hier, kijk, hier heeft oma er al een paar. Ah, ja. Wauw, kleine koffiebekers. Dus dat ga je zo meteen kutselen? De bloemschilderij. Kijk, een klein schilderijtje die voor oma had gemaakt van Bloem. Ja. Ja, die had je al een keer laten zien. Ja, leuk. Leuk. En gaan we zo meteen ook nog naar de kinderboerderij? Ja. Oké, gaan we doen. Ik ga je geitje rijden. Zo groot zijn die geiten. Die hebben ook grote poepies. Wat is die nou aan het doen? Die heeft denk ik jeuk. Die is zijn buikje aan het schuren. Oh, kijk, je kan hier gewoon de geiten weiden. Hè? Oh, kijk. Wat heeft die nou hangen? Een hele grote uien of zo. Ja, kom maar kijken. Oh, dus ze hebben ook kleine geitjes. Oké, even door langs de poepgranaten. Overal poepgranaten. Oh. Hebben jullie die lekkere poepgranaten
Ah, wow, die zijn groot. Oh, dan is dat een heel klein geitje, hè? Super schattig. Oh, kijk, er loopt eentje mee. Zal die zwanger zijn of zo? Vind je ons in de val? Oh ja. Ook voor blaadjes. Hij eet blaadjes. Hij eet die blaadjes? Ja, die geit heeft jeuk en zit zijn hoofd aan het krabben aan het hout. Nou, het is geen geit, het is een... Geit. Want het is een combinatie van een... Koe en een geit, want zie je dat? Auw. Oh, je was ook voor de takken. Ja, het ziet eruit een beetje als een koe. Oh, kijk, ze zijn aan het vechten. Hé, dan blijf maar buiten de buurt hoor, want ze hebben een ruzie. Wow, kijk, en dan komt die groot en die zegt, hou eens even op. Dat is ongeveer wat ik doe zo. Wat een lief konijntje. En die heeft gewoon zijn hele eigen verblijf. Oh, hij bijt of niet? Ja, hij bijt. Ja? Een bijtkonijn, een bijtkonijn. Een bijtkonijn, nou, ik denk dat het wel meevalt hoor, dat hij niet echt bijt. Deze is een kevelkonijn, hè? Wat is het? Oh, ja, net niet kunnen. Ik denk dat hij een beetje bang is. Ja. Het is, ziet er een beetje uit als een schildpad. Weet je, je weet toch Skyler en Scarlet? Schildpad? Ja, wat schildpadvacht. Zo noemen ze, ja, een kat. Er is een kat die heeft ongeveer een beetje zo'n haar. Zo'n vacht, ja. Dat en dan noemen ze dan schildpadkat omdat een beetje de kleuren van de schildpad bij zitten en zo. Helen, ga eens op die lolly. Kom, je bent echt een boerenjongen. Voorzichtig. Ja, goed hoor. Waar ben je bij de muggetjes? Ja, wil je bij het varken kijken? Ja. Oké. Okay. Nee, ik durf dat niet. Weet je het zeker? Ze ging net in de pool hoor. Ben jij mee? Oké. Okay. Kom dan. Ik wil liever niet. Nee, okay, jij wil niet? Oké. Okay. Oh. Heel even maar, oké? Okay. Hi varken. Het doet niks. Het is alleen jeuk. Oh, het is jeuk. Ik vind het wel heel erg groot. Ja, groot varkentje. Ja. Nou. Weet je nog die kleine biggetjes die we hadden gezien? Ja. Ben je er klaar mee? Ja. Ja. Oké, okay, kom, we gaan ik erop. Wil niet eindigen zoals die mensen. Is het lekker? Oh, okay. Oh. Dat is schattig. Oh, oh. Hij moet er denk ik een beetje van. Je doet wel een beetje de mond open. Ik... Oh. Ah. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, maar ze moet... High five. High five. Wat zijn jullie aan het knutselen? Met een rietje, Heden? Ja. Heb je er eentje voor? Ja. Wat heb je gemaakt, Helmi? Wat we aan het maken zijn Starbucks bekers. En waar maak je het van? Van een, ja, een soort van gekke klei. Oh, dit is het. Ah, super, ja, lightweight die... modeling clay. Oké. Okay. Kijk. Mama, mag ik? Oh. En dan gaan we het nog inkleuren met verf. En dan komt er nog met een klein stickertje komt er dus zo'n Starbucks logotje op. En waarvoor wilde je dat hebben? Voor je Barbies? LPS Barbies. Oh, voor je Little Special. Ja. Zo, wij zijn weer thuis. Oh jongens, volgens mij begint het net te regenen. Oh. Nee, je kan nog wel even springen. Regen! Doe de regendans. Ja, doe de regendans. Doe de regendans. Doe de regenjump. 1, 2, 3. En die hand in hand. Doe de regendans. Doe de regendans. Doe de regen, nou, mooi hoor. Doe de regendans. Wij liggen inmiddels lekker lang uit op de bank. Eden, hoe ging het vandaag bij jou? Want jij ging vandaag een beetje wennen aan je bril. En dat ging volgens mij best wel goed. Een beetje. Ja, want je hebt hem voor het eerst echt opgedaan naar buiten. Je had hem net op in de bus. Mm-hmm. En je wil hem zo meteen weer op als we een filmpje gaan kijken, hè? Ja. Nou, ik ben hartstikke trots op je. Je hebt het goed gedaan. Ga je morgen aan je zwart op doen? Ik heb een beetje kijken wat past bij je outfit, hè? Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal. Dat heet Hey Haley. Ja. Hey Haley. Ik heb de naam bedacht trouwens. En Hey Haley is mijn meisjeskanaal. En ja, daar komen dus allemaal video's van mij op. En Hede komt ook af en toe wel als een beelder. En Broertjes TV blijft gewoon, dus ja. Nou, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken, want dan mis je nooit meer een video. Doei!